spanning loopt op, vrienden. Ja, je kan hem voelen, hè? Ja, ja, Nederland, Engeland, oh jee, 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 ja. En dan lees je en hoor je iedereen praten over de strafschoppen. Ja, daar wil ik het even over hebben ook, want ze hebben het allemaal over die keepers. Ja, de keepers hebben lijstjes en op bekers staan allemaal welke hoek iemand gaat schieten, ja of nee. Vrienden, dat doet helemaal niet ter zake, de keepers. Die keepers die kunnen gaan voorbereiden en video's gaan bekijken en zoeken het uit. Daar gaat het niet over. Het gaat om degene die de strafschop gaat nemen. Dat is de clue met strafschoppen. En wij zijn daar gewoon heel erg slecht in, vrienden. Dat is het punt. Dus als het strafschoppen wordt tegen die Engelsen, ja, dan heb ik daar niet zo'n geweldig gevoel over. Want Nederlanders vinden dat je daar eigenlijk niet zo verschrikkelijk op hoeft te oefenen. Ja, want het is bijna niet trainbaar, zeggen ze dan. Nou, de groeten. De Latino-landen, hè, die komen altijd ver op WK's en noem maar op. En waarom? Die winnen met strafschoppen. Ja, omdat ze daar enorm op oefenen. Ja. En Nederlanders, die kunnen het niet. Want wat doen Nederlanders? Dat hebben we gezien met Slovenië. Drie strafschoppen werden daar gestopt tegen Portugal. En waarom? Net als Nederlanders. Nederlanders nemen hem altijd met de binnenkant van de voet. Daar begint het mee. En dan half hoog en laag. Half hoog en laag. Ze nemen dan zogenaamd een hoekje. En dan komt hij half hoog komt hij. En laag komt die. Keeper 50% kans. Ah, hoe weet je? Dat is nogal veel, hè? Ja, dan kan je mee naar een casino, toch? Ja, 50%. Hij hoeft maar te gokken, links of rechts. En keeper heeft altijd wel een keer bingo. Ja, want die stopt die. Tenzij je hem heel, heel precies in het zijnet schiet. Echt binnenkant paal zijn het. Ja, hoe vaak gaat dat goed? Dan kan hij ook naast of op de paal. Dus dat is een te groot risico. Een strafschop, vrienden, kan alleen maar goed gaan als hij hoog. Hij moet hoog. Hij moet daar precies. In dat vierkantje. Ja, van het doel. Daar moet hij. Aan die kant en aan die kant in het vierkantje. Ja. In de kruising, daar moet hij. In die kruising en in die kruising. Daar moet hij. Ja, en nergens anders. Die kan die keeper nooit hebben. Want er is een eenvoudige wet, vrienden. En die moet je goed onthouden. Daar gaat het om. Een keeper valt niet omhoog. Nee. Onthoud dat nou. En de spelers van Nederland zelf al ook. De keeper valt niet omhoog. Nee. Nee. Dus als je die bal hoog schiet, kan hij er echt nooit bij. En dat is wat er moet gebeuren tegen Engeland. Oh, vrienden, het wordt spannend.